ongeveer 5 jaar geleden was denk ik ook het jaar bij Heracles. Hè. We hadden het eerste jaar dat ik terug was bij Heracles als speler. Hadden we een heel moeilijk begin van het jaar. Hadden we 7 wedstrijden 0 punten, dus dat was heel pittig. En ik was aanvoerder, dus ik mocht elke keer voor de camera uit gaan leggen wat er allemaal niet goed was gegaan. Toen weet ik nog, toen wonnen we de 8e wedstrijd met 6-0 en toen had Wout Weghorst 2 of 3 keer gescoord tegen NAC. En toen wilden ze Wout Weghorst bij Fox voor de camera vragen. Toen zei ik, nee, dit gaat niet gebeuren. Zei, want nu ben ik ook aanvoerder en nu wil ik ook uitleggen waarom we een keer gewonnen hebben. Want ik heb ook 7 keer uitgelegd waarom we verloren hebben. En, maar goed, daar gingen ze in mee. Daarna, dat seizoen, eindigden we nog 12e of 13e, geloof ik. Dus ja, was niet top, maar in ieder geval op een goede manier veilig gespeeld. En het jaar daarna was heel erg bijzonder. En toen hadden we Europees voetbal met Heracles Almelo. En ja, dat was toch wel een hoogtepunt met zo'n clubje. Nadat we Europees voetbal hadden, dat was mijn 3e jaar bij Heracles. Toen scheurde ik aan het begin van het seizoen mijn kruisband uit bij Excelsior. Ergens in september, denk ik. En ja, dat was ook mijn laatste contractjaar. Ik was toen bijna 34 jaar. In december zou ik 34 worden. Ja, dan weet je van, dat wordt nog heel moeilijk om hierna nog ergens een goed contract te kunnen krijgen. Op het moment dat ik mijn kruisband scheurde, weet ik nog, ik zat in de bus terug met zo'n ijsmachine om mijn knie. En ik voelde al aan alles, want ze hadden nog niet de diagnose gesteld, maar ik voelde al aan alles, dit is niet goed. Dus ging het ook al door mijn hoofd van ja, dit is niet goed, dit is einde carrière. En toen had ik mezelf in die busreis al tijdens die busreis had ik mezelf al direct voorgenomen van oké, 2 dingen. 1, ik wil hoe dan ook afscheid nemen op het veld van het voetbal. Dus niet geblesseerd, niet vanaf de tribune of dat soort dingen, maar echt op het veld. En 2, ja, ik heb al wel nagedacht over wat ik nu uiteindelijk wil na het voetbal, maar ja, nu moet ik wel echt serieuze plannen gaan maken. Van ja, wat wordt het vervolgtraject? Want ja, de kans is gewoon heel groot dat het hier ophoudt. En dat ging eigenlijk tijdens die busreis al door mijn hoofd. Heel hard gerevalideerd, naar Zeist gegaan, ook 1,5 jaar lang. Ondanks gezin en kinderen die in Almelo woonden, heel veel weg geweest om vanuit Zeist heel goed te kunnen revalideren. En uiteindelijk stond ik de laatste wedstrijd van het seizoen uit tegen Feyenoord, de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Als aanvoerder mocht ik het veld op in de Kuip. En dat was mijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Dus dat is gelukt. En ja, uiteindelijk begon ik eigenlijk heel snel daarna al als directieassistent bij Heracles Almelo. Ondanks dat er iets heel vervelends gebeurde, ging direct wel de knop om. Nou, oké, hoe gaan we weer vooruit kijken? Hoe gaan we een plan maken naar de toekomst? En ja, daar ben ik wel trots op. En dat dan uiteindelijk ook zo is uitgepakt, ja, dat is ook wel bijzonder. Ik kan me nog herinneren dat Toon Beijer, die was technisch directeur bij Telstar, daar heb ik nog op huurbasis gespeeld een tijdje. Dat die mij wel eens tegenkwam later in mijn carrière en dat hij tegen mij zei, ik noem je altijd de mol. Ze trappen jou hieronder en dan daar kom je weer boven. Nou ja, goed, dat vond ik wel een mooi compliment.